om de jazzcultuur in Suriname te bevorderen en te behouden en om een ode te brengen aan muzikanten in deze muziekindustrie, organiseert jazzsaxofonist Sean Durham jaarlijks de National Touch of Jazz Award Show. Tijdens de awardshow worden er awards uitgereikt aan muzikanten, componisten, vocalisten en arrangeurs uit de Surinaamse jazzwereld. Muzikant Borger Breveld zegt dat de muziekcultuur in ons land nimmer verloren mag gaan. Het is volgens Breveld belangrijk dat ouders ervan bewust worden gemaakt dat zij hierin een belangrijke factor zijn. Er moet terug worden gegaan naar het fundament en dat betekent muziek opnemen in het curriculum van het onderwijs. Het studeren van muziek heeft bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de hersenen van het kind. Muziek moet terugkomen op school als vak, zodat je al heel vroeg begint met het leren lezen van muziek. Dan kom je heel eind verder. Uiteindelijk kan je als muzikant overal in de wereld je brood verdienen, als je kan lezen. Dus de jeugd moet beginnen met muziek noten te lezen. Niet alleen maar uit het hoofd spelen, muziek leren lezen en dan kun je overal terecht. Dus je moet een basis leggen. Kijk, wij hebben, als je naar Trinidad gaat, dan hoor je daar hoeveel blazers er zijn. Wij hebben minder blazers, we hebben meer slaginstrumenten. Hè? Omdat die heel vroeg is daar geïntroduceerd, muziek waarbij je moet blazen. Dat hebben wij minder gehad. Maar dat wil niet zeggen dat we minder goed zijn. We zijn goed, maar we moeten bij de jeugd beginnen. Bij jongeren. Je moet eisen van het ministerie dat er muziekles komen op school. Dan gaan we vooruit. Het idee van de awardshow ontstond in 1975, toen Sean Durham het radioprogramma Touch of Jazz presenteerde. Door de positieve ontwikkeling besloot Durham in 2011 de eerste Jazz Awardshow in Suriname te organiseren, die tot de dag van vandaag nog bijdraagt aan het behouden en bevorderen van deze muziekstijl. Daarom zegt Breveld dat de radio ook bijdraagt aan het behoud van deze muziekcultuur. Het valt volgens hem te betreuren dat anno 2023 de focus op authentieke muziek verloren gaat. We zijn eigenlijk een beetje verschraald in Suriname en kijken alleen maar naar bepaalde soort muziekvormen. De radio is eigenlijk armzalig bezig. Ze draaien alleen de laatste hits. Terwijl jazzmuziek is zo rijk, zo mooi. Je zou juist verschillende vormen van muziek, niet alleen jazz hoor, maar ook klassieke muziek, ook Latijns-Amerikaanse muziek. Dat zou je allemaal terug moeten horen op de radio. Maar dat hoor je niet. Je hoort alleen het laatste van het laatste. En dat is niet goed, begrijp je. We moeten, in Nederland is dat anders, in Amerika is dat anders. Als je naar radio luistert, dan hoor je de verscheidenheid in de muziekvormen die er zijn. Ik vind dat jazz in Suriname een beetje ondergesneeuwd is. Dus we moeten jongeren enthousiast maken om naar echte jazzmuziek te luisteren. De avond werd afgesloten met het uitreiken van de awards. Tijdens deze editie is voor het eerst de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Deze ging naar Marcel Balsemhoff, directeur van het Surinaams Conservatorium. Durham omschrijft dit evenement als een succes en kijkt hoopvol uit naar de positieve vorderingen binnen de jazzmuziekindustrie van Suriname.